De VHP heeft voorzorgsmaatregelen getroffen tegen de mogelijke overlopers. Dit zei Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VHP, vanmiddag na de registratie van zijn partij bij het Centraal Hoofdstembureau. Volgens Santokhi moet een VHP'er die als kandidaat is gesteld, ongeacht op welk niveau, een overeenkomst tekenen met de partij. Hierin wordt met de kandidaat overeengekomen dat hij of zij zich moet houden aan het partijbeleid en de partijideologie. Verder zal hij of zij de VHP nationaal uitdragen. Als die eenmaal is gekozen, benadrukt Santokhi. En dat hij geen afstand zal nemen van de VHP en dat hij niet zal overlopen en dat hij geen eigen fractie gaat vormen. En als hij dat toch doet, dan is er een boetebeding in opgenomen van 3 miljoen Amerikaanse dollar. We willen hiermee ook aangeven dat we heel serieus zijn met de stemmen van onze kiezers. En als onze kiezers stemmen op onze kandidaten, dan moet die kiezer 100% de zekerheid hebben dat die stemmen blijven bij de VHP en de VHP-kandidaten. En dat het niet na de verkiezing men met de stemmen en het vertrouwen van de kiezer ervan doorgaat. Dus dit is een van de beleidsinstrumenten. Als een kandidaat dat niet tekent, dan zal die kandidaat ook van de lijst worden afgevoerd. Dat zijn de beleidsinstructies en nog meer instructies die gegeven zijn. En zo is een van de instructies, namelijk als je eenmaal daar gekozen bent, zal je in ieder geval geen misbruik maken van je positie om jezelf en of anderen te gaan bevoordelen. Dat zal ook een van de criteria zijn dat we jou gaan weghalen. Dus nogmaals, we zijn heel strak wat dat betreft. Deze afspraken zijn hard en daarom zwart op wit gesteld. Daarom wordt er een overeenkomst getekend met alle kandidaten, zegt Santokhi verder. En elk lid dient zich aan deze afspraken te houden als je de boete van 3 miljoen US-dollar niet wilt betalen, benadrukt de voorzitter. Uiteraard zullen we als partij direct beginnen als iemand overleeft door met een doorwaarder te beginnen met de beslagleggingen. En uiteraard denk ik dat het ook het zal eindigen in een rechtszaak. Maar onze juristen hebben heel goed naar deze overeenkomst gekeken. Het is een overeenkomst om de kiezer de zekerheid te geven dat men niet met de stemmen van de kiezers ervan doorgaat. En die partij ook de 100% de zekerheid te geven dat alle gekozen kandidaten zullen blijven. Niet dat we dat vertrouwen niet hadden. Maar we houden rekening mee dat je constant signalen krijgt dat de regering in feite nu al weet dat zij de verkiezing gaat verliezen. En dat zij alles eraan zal doen. En je hoort de wildste verhaal. Als ik het kan horen, hoort u het ook. Dat mijn kandidaten zal overkopen. De VHP hier is een partij die gezorgd heeft dat dat niet zal gebeuren. Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VHP. Hij sprak de pers vanmiddag toe nadat zijn partij zich als eerste heeft geregistreerd voor de verkiezingen van 25 mei. Kandidaten van de VHP moeten een overeenkomst tekenen met de partij, waarin staat dat als zij na de verkiezingen mochten overlopen, zij een boete krijgen van 3 miljoen US dollars.